21 maart 2021. Warming up. 3 rondes. 20 seconden tot plek. Helemaal zover als je kan, onder de voeten naar achter. Rug in lijn houden. Iets makkelijker in de voorwaartse plank, zo op deze manier. Yes. 20 seconden vasthouden. Dan doe je vervolgens 12 rustje kettlebell swings. Dat is het ooghoogte de swing. Swing vanuit je heup, die hinge rechtop. 12 keer. Dan doe je vervolgens 12 tuck-ups. Tuck-up op je rug liggen. Iedereen doet een tuck-up. Yes, op deze manier. Armen voor de lang. Tik je tenen aan via de buitenkant van je benen. 12 keer. Dat rondje, 20 seconden, 12 swings en 12 tuck-ups. Doe je 3 keer. 3 rondjes. Dan is de bot. 4 time. 4 rondjes. Dan begin je met 300 meter rennen. Dat is tot het Joshua, de kerkaard, en weer terug. Yes. 300 meter gerend. Kom weer terug op je plekje. En doe je 12 boxhanden push-ups. Op je tenen is RX natuurlijk. Yes. Raak met je hoofd de grond en kom richting het object toe. 12 keer. Dan ga je liggen op je rug en doe je 15 vierps. Hop, benen gestrekt, 15 vierps. Oké, dan doe je vervolgens 12 single leg squats. RX natuurlijk gewoon zonder een box. Yes, dat is een echte RX single leg squat. Dit is een scaling voor een single leg squat. Yes, dan ga je zitten. De alternatie onder een paar benen. Yes. Dan doe je vervolgens als laatste van ons rondje 15 bent over rows. Dus 15 bent over rows. Yes. Barbel is in deze positie als beginpositie. Naar voren. Dit is je beginpositie. Rug neutraal. Borst op. Spanning op de leg. De spieren daar zitten. Dan trek je de bar onder je borst. Alleen maar trek aan die armen. Dus je borst. En je wordt nog één lijn. Je plaatst niet. Yes. Dus nog één keer het rondje. 400 voor tijd. 300 meter rennen. 12 boxhand push-ups. 15 vierps. 12 single leg squats. En 15 bend-over rows. Scalings. Gewicht voor RX sowieso 25. Voor vrouwen 35 voor mannen. Want er zijn veel herhalingen. Dus voor die bend-over rows. Dat vooral. Scalings voor de rennen. Is in plaats van 300 meter kan je kiezen voor 200 meter, dus tot een paar terug. Ook best wel zwaar. Scaling voor de boxhandspoes heb je op je knieën, dat weet je denk ik wel. Knieën of een Z-prep op je billen zitten. En dan kettlebell front trekken, duw die kettlebell omhoog. Dus op zijn kop, dus bol boven. Op deze manier doe je dan 12 Z-presses. Scaling voor 4, dus de tuck-up, die weten we al van de warming-up nog. Met kromme benen. Yes. Scaling voor single squat hebben we stiekem al voor net. Dat is die op de box zo. Hop, benen omhoog. Sorry. Hop, deze manier. Ik zeg nou, dat vind ik nog steeds te makkelijk, maar ik vind die RX moeilijk. Pak je iets vast, bijvoorbeeld een muurtje buiten, weet ik veel iets. En dan doe je dat. Hop. Ook om en om. Of op de box. Dan kan ja, zo, hop, en dan duw je met je hand een klemmetje van die box af. Dat is scaling. Scaling voor gewichten, voor nattes, lege bar voor bend over row. En voor advanced 20 voor vrouwen en 30 voor mannen. Dat is de bot van vandaag. Je hebt hiervoor 20 minuten de tijd. Dat betekent dat je maximaal 5 minuten per rondje kan doen. Als je langer bezig bent met die eerste ronde al, ga dan nadenken over je gewicht en ook misschien de afstand van het rennen om het eventjes bij te scalen. Dat je dat tijd kan halen. Als vragen zijn, stel aan de coach Koenendouw. Tabata Hollow Hold. Nou, deze oefening, 20 seconden werken, 10 seconden rusten voor 8 rondjes. Moeilijke variant, iets makkelijker, nog iets makkelijker, makkelijkste, maar nog steeds zwaar. Yes. Kies je eigen variant, ik wil dat je je rug, op deze kant, mag ik niet, dit mag dus niet, ik mag niet met mijn hand onder zijn rug. Dus bekken. Mijn rug aan de grond houden. Yes. Als je dat niet kan doen, dan ga je dus een scaling zoeken. Dus als je benen gestrekt hebt en er is een holling onder je rug,
Dan ga ik zeggen tegen je, oké, benen of één naar je borst. En kan het dan wel, dan gaat het wel beter. Als het niet kan, doe je beide benen naar je borst. Yes, oké. Dat is de workout voor morgen. Vragen over de warming-up, over de bot, over de cooling-down. Vragen aan een coach die de rond loopt. En dan zou ik zeggen, succes.